overlegorgaan Breda'se amateurvoetbalverenigingen. Kort gezegd OBA. Bij is trouwens Jan Hoppen. Heb ik te veel gezegd of te weinig, Jan? Nee, dat is de juiste omschrijving. De juiste omschrijving over de afkorting, ja, dat klopt. Wat is eigenlijk jouw functie als voorzitter van OBA? Nou, eigenlijk is het zo eigenlijk is het de eerste vergadering dat wij nu overgaan tot een voorzitterschap van 2 jaar. En dat doet dan iedere keer een vereniging. En daarvoor was Wally Brandenburg natuurlijk onze voorzitter. Ja, helaas voor degene die het niet weet te ontvallen. Ja, en dat is natuurlijk, die missen we nog steeds. Maar nu hebben we besloten om om dat vol door te gaan zetten. En dat doet de vereniging dan. Dus om de 2 jaar is de vereniging voorzitter. En ik ben dan de eerste voorzitter die dat gaat invullen. Wat kan je eigenlijk betekenen voor de amateur voetbalvereniging district Breda? Ja, het is belangrijk dat we met elkaar praten over voetbal. Er zijn heel veel zaken die spelen bij het voetbal. En het jeugdvoetbal, de accommodatie, NAC zou ik bijna zeggen. Het voetbal in de regio is gewoon belangrijk. En samen proberen we dat gewoon vorm te geven door samen te praten over dat spelletje. Dat is wat wij proberen te doen hier. Nou, heb jij niet mij voor niks uitgenodigd. Vanavond staat er iets op de rol uiteraard weer. Ja, dat is een heel belangrijke prijs wordt er vandaag uitgenodigd door uitgegeven. En daar hebben we voor uitgenodigd de wethouder. Het gaat namelijk over de Fair Play prijs. En dat is de belangrijkste prijs eigenlijk in het jaar. Zo kijken wij daar tegenaan. Dus wij meten samen met de scheidsrechters hoe het gaat voor wat betreft sportiviteit. De beste wint de prijs. En dat is belangrijk. Voor degene die denkt dat het allemaal in scène is gezet. Het is nog niet bekend, hè? Ik weet niet wie gaat winnen. Het zijn net de Oscar uitreiking zeg maar, van gisteren. Zeg maar. Dus daar weet ook niemand wie het is. Maar ik weet het ook echt niet. Nee, we weten het ook echt niet. Nee. Voor alle duidelijkheid is alles weer gemanipuleerd. Nee, bij deze. Nee, nou, ik wens jou een hele goede vergadering. Ja. Bedankt weer voor je komst. Goed je weer gezien te hebben. En nou ja. En als je club je Beek vooruit gaat ook nog steeds goed? Gaat prima. We zijn trots op Beek vooruit. Hey, het gaat goed. En succes met OBA. Dankjewel. Dus dat betekent dat dit de 9e keer wordt dat we hem uitreiken. En volgend jaar dus de 10e keer. En daar wil ik iets over zeggen. Want ik vind sportiviteit en respect heel erg belangrijk. Ik ben zelf ook jarenlang bondscheidsrechter geweest. Niet bij de voetbalsport, maar bij de hockeysport. Daaruit blijkt denk ik wel dat ik veel heb met het thema sportiviteit en respect. En ik zou dat heel graag op een positieve manier een extra impuls willen geven het komende jaar. Er zijn andere gemeenten die werken volgens het logo zeg maar, positief sportklimaat. Waarbij je op een hele positieve manier met dat thema sportiviteit en respect verder aan de gang gaat. Tuurlijk, als er dan gekke dingen gebeuren, dan pakken we die vast met elkaar en dan gaan we daarmee aan de gang. Ik heb ook bij jullie teruggehoord dat daar een goede wisselwerking en steun van de KNVB ook essentieel is. En dat jullie het ook waarderen als de gemeente daar ook een rol in speelt. Dus ik spreek die bereidheid uit dat ik ook komend jaar daar, ook bestuurlijk vanuit de gemeente Breda, ook een extra aandacht voor zal vragen en een inspanning zal plegen. Maar niet doordat wij vanuit Stadskantoor een plan verzinnen, want jullie doen al een heleboel. Er is een werkgroep, er zijn andere initiatieven. Bureau Halt is aangesloten, het kabinet van de burgemeester is aangesloten. Dus ik denk dat er al een heleboel dingen zijn. Maar ik wil eigenlijk de vraag bij jullie neerleggen. Ik heb dat bij een aantal van jullie al heel concreet gedaan in gesprekken. Om mij tips te geven. Mijn mailadres kun je zo vinden op de site. Om mij in de komende, laten we zeggen in de maand maart, allemaal tips te geven. Over hoe we dit handen en voeten zouden kunnen gaan geven in het komende jaar. Het komende jaar wat dan belangrijk wordt. En een soort lustrumjaar is dus bij de 10e uitreiking van deze prijs volgend jaar. En laat ik dan zeggen dat we als gemeente in ieder geval een prijs ernaast zetten, erbij doen. We kunnen wel even kijken of we een beker gaan bestellen of iets anders. En dat zou dan wat mij betreft zijn de club die het snelste is gestegen op de lijst. Vergeleken met de uitslag van vandaag. Ik ga niet de nummers 4 tot en met naar beneden vertellen. Dus de nummer 1 die krijgt natuurlijk de prijs die er al is. Maar ik voeg er wel aan toe dat we dan ook als extra uitdaging en stimulans de vereniging ook een prijs geven die het snelst is gestegen ten opzichte van vandaag. Want het gaat, tuurlijk gaat het om en binnen, maar ik wil jullie allemaal stimuleren om die stapjes vooruit te zetten. Zijn jullie al nieuwsgierig naar de uitslag? Ja. Eens
Even kijken of ik dit nog uit mijn hoofd weet, want hier mag natuurlijk geen fouten maken. Ik weet hem wel. Op de derde plaats is geëindigd voetbalvereniging Baronie. Dus gefeliciteerd met die mooie derde plaats. Op de tweede plaats is geëindigd JK. Dus ook gefeliciteerd. Voordat ik dan ga zeggen wie de prijs heeft gewonnen, voeg ik daar dan nog aan toe dat wij een beetje, misschien tegen wil en dank, nog steeds beschikken bij de gemeente over een skybox en ook een vak met kaarten. Hebben we 90 kaarten per wedstrijd. De skybox mag ik niet cadeau doen, want dat doen we niet vanuit de gemeente. Dat kan natuurlijk gewoon helemaal niet. Maar die 90 kaarten, die worden iedere wethouder en iedere politieke partij mag om zijn beurt die kaarten, zeg maar, besteden, labelen aan een goed doel. De wedstrijd NAC tegen Jong PSV, volgens mij, op 15 april. Dan heb ik recht, tussen aanhalingstekens, op die 90 kaarten. En ik schenk er 89, want ik ga zelf ook mee, aan de vereniging die de Fair Play prijs wint vandaag. Dus dat is dan ook deze beker en 89 kaarten voor NAC. Nou ja, dat. En de winnaar is voetbalvereniging Bavel. Gefeliciteerd. Hoe sportief ben je eigenlijk als VV Bavel? Nou, we zijn erg sportief, kan ik wel zeggen. We zijn met al onze teams altijd wel bezig om te kijken naar gedragsregels, normen en waardes. En dat vinden we heel erg belangrijk. De sportiviteit staat bij ons heel hoog in het vaandel. We hebben ook een eigen fairplay competitie. Tegenstanders beoordelen onze eigen teams een heel seizoen lang. En dan na aflopen, dan krijgt het winnende team een leuke prijs van een van onze sponsors. En dan gaat het niet over prestatie, maar wel uiteindelijk over fairplay. Lisette, zou eigenlijk niet iedereen gewoon van huis uit al fairplay moeten zijn? Ja, dat zou in principe wel moeten. Het zou al moeten beginnen bij de F'jes om... Nou, ik denk meer de ouders, hè? En bij de ouders, ja. Zijn heel belangrijk in dit geval. Dat daar al bij wordt gebracht hoe je moet gedragen in en om het voetbalveld. Nou is het zo dat zo'n fair play is ook een prachtige... Zeg je nou, ik, als ploeg vind ik het toch wel prettig om daar een beetje mee in de belangstelling te komen? Ja, dat is heel erg belangrijk. Wij proberen als Bavel altijd wel het beste eruit te halen, prestatief. Maar het gaat alleen maar samen als normen en waarden daarbij parallel lopen. Dus voor ons is dat echt wel belangrijk. Ga je er wat mee doen met die beker? Ga je hem tonen aan je leden sowieso, denk ik? Ja, we gaan hem tonen aan de leden. We gaan hem ergens centraal wegzetten, dat iedereen hem kan zien. Leuk stukje op de website. Heel belangrijk. Goed, jullie voor de camera het hebben gehad. Veel succes ermee, veel plezier ermee. En op naar een fair play voetbaljaar weer. Hè? Ja. Erik, bedankt. Dankjewel. En Lisbeth. Dankjewel. Paul de Beer, wethouder, terechte winnaar. Bavel dan, hè? Het is zo duidelijk, zeg maar, bij deze prijs dat het echt om de kaarten gaat. En hij maakt het helemaal toetsbaar. Dus ja, dan, als daar dan uitkomt, uit een bijna wiskundige formule, dat dit de winnaar is, dan is dit de winnaar. Ja, we het al een beetje aangeven. Als ik voorzitter zou zijn voor zo'n vereniging, zou ik zeggen, joh, mijn lichte installatie, mijn kunstgras, ga je er wat doen als gemeente? Ik vind het heel erg belangrijk, maar tegelijkertijd vind ik sportiviteit en respect ook wel een soort van zelfsprekendheid die voor alle verenigingen moet gelden. Ik heb er net wel een extra prijs aan toegevoegd. Ik neem een hele grote groep van Bavel neem ik mee naar een wedstrijd van NAC. Dus schetst denk ik wel dat ik het belangrijk vind, sportiviteit en respect. Maar de knelpunten oplossen, dat doen we op een andere manier. Nou, wat mij betreft, Paul de Beer, een fair play wethouder. Mag ik zo afsluiten? Heel graag. Volgend jaar gaan we nog meer doen met fair play. Dus hopelijk staan we hier dan weer met een nog beter en nog meer aandacht voor sportiviteit en respect. Grandios. Hey, bedankt voor je komst. Ja. Dankjewel. Ja, dit was weer Breda Nu vanuit de TOS. En dat was dus de vergadering van de OBA. Nu achter gesloten deuren. Ja, de nieuwtjes heb ik toch wel gekregen. Dat is in ieder geval wel prettig. Maar het ging dus uiteindelijk dus om de uitreiking van de Fair Play Cup. Gewonnen door VV Bavel. Nou, van harte gefeliciteerd namens de redactie ook van Breda Nu Sport. En ja, hopelijk tot volgend jaar bij de 10e uitreiking. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Graag tot volgende week, dezelfde tijd,
Zelfde zender.